Hallo lieve YouTubers, hier weer een filmpje van Judith. Ik ga vandaag het hebben over Nieuwjaarsdag. Dat had ik gisteren jullie al beloofd in het vorige filmpje van Oud en Nieuw Vieren. We zijn vanmorgen opgestaan, weer gewoon op de normale tijd van 7:30. Daarna hebben we weer samen ontbeten. En toen ben ik weer gedoucht door de zorg, want dat kan ik allemaal niet meer alleen. En die hebben me toen ook verder aangekleed en de boel opgeruimd voor mezelf. Toen we dat gedaan hebben, had ik zin in een kopje koffie en is Frans koffie voor me gaan zetten, voor ons beiden gaan zetten. En toen zijn we naar de computerruimte gegaan en hebben daar wat gecomputerd. Eerst kijk ik altijd mijn mail even na. En verder doe ik altijd even een spelletje of ik ga even op Facebook om te kijken of daar mijn Facebook-vrienden zijn waar ik even een praatje mee kan maken. Nou, ik heb een hele erg leuke vriendin Sylvia en Jacqueline ontmoet. Die zitten van mijn oude huis op school. En met Sylvia skype ik altijd. Dat gaat hartstikke gezellig. En verder schrijven we heel veel op Facebook naar elkaar met dat chatberichtje wat je erbij kan hebben. Maar goed, ik ga even verder over mijn dagindeling van vandaag. We hadden dus gecomputerd vandaag, wat ik al zei. Toen het ongeveer 11:30 was en om 11:45, 11:50 de oven weer aan moest gezet worden, ben ik even hier naar voren gereden en ben ik de Tina gaan lezen, een deeltje. Toen hebben we een glaasje gedronken. Het is nu middag en het is nu 2:55 bijna. We hebben net een glaasje sinaasappelsap gedronken en daar nemen we dan onze rauwkost bij. De vorm van onze rauwkost is augurken. Wij nemen altijd twee kwart schijfjes augurk ieder. En daar blijf je met je gewicht aardig stabiel mee in mijn situatie. Verder ben ik een brief aan het schrijven naar mijn allerbeste vriendin en die heeft helaas kanker. Maar goed, ik wil doen dat ik nog in ieder geval dan probeer. Dat heb ik dan nu nog ook even gedaan eigenlijk. En zo hoop ik er toch een hart onder de riem te kunnen steken. En zij schrijft ook alleen terug als het er echt goed uitkomt en als ze toch weer even iets van pijnstilling in heeft genomen. Nou, vanavond gaan we nog even heerlijk, en dat is waarschijnlijk om 5:30, 5:45 dat we het over hebben. Dan gaan we nog even heerlijk een appelflap eten, ik met een kop thee erbij. En Frans zal er wel weer zijn soepje bij nemen wat hij normaal gewend is. En dan om 7:15 komt de zorg weer en die komt me dan weer even helpen met tanden poetsen en met uitkleden voor bed en in bed te leggen. En dan moet er nog een zetpil gezet worden, want ik heb weer last van mijn dikke darm. Dat is heel vervelend allemaal. Maar goed, daar ga ik jullie verder niet over vervelen. Ik hoop dat jullie dit toch wel een leuk filmpje hebben gevonden. En tot volgende keer. Daag!